Yes, welkom. Nieuwe aflevering van Munten en Punten. Ja, je periodieke portie voetbalpraat, maar dan over de cijfertjes. Met uiteraard Tom Knipping, want Tom, het is immers je eigen rubriek. Dus jij schrijft waar dat mogelijk is aan. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ja. Dan proberen we dat toch altijd maar eventjes. Hey, Tom, wij zijn voetballiefhebbers. Het liefst zit je natuurlijk in het stadion. Dat is het allerleukste nog steeds, hè? De beleving, de sfeer. En op één na beste lekker voor de tv, denk ik? Ja, 100% ja. Ja, en dan gewoon Premier League, Eredivisie, alles met je zeppen in het weekend? Nou, ik toch wel voornamelijk Eredivisie. Premier League, af en toe een wedstrijdje inderdaad, als je dan nog tijd over hebt of als je zelf niet in het stadion zit. En door de week uiteraard Europese voetbal. Alles meepakken voor de televisie? Ja. Doe ik dus ook. En daarbij denk ik totaal niet na over het belang van het feit dat ik naar die televisie kijk. Maar daar gaan we dus vandaag over hebben, want voetbalclubs kunnen op meerdere manieren geld verdienen. En een hele belangrijke is toch het televisiegeld, hè? Ja. Ja, en hebben ze alle competities hebben er ook verschillende verdelingen voor. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Ja, maar toch heel kort even. Voetbalclubs verdienen geld door heel simpel verkoop van kaartjes voor wedstrijden. Merchandising, denk ik dan aan. Sponsoring. Ja. Nou, transfers, dat zijn dan aparte inkomsten, maar daar verdienen ze ook nog geld aan. Televisieinkomsten dan? Ja, televisiegelden, ja. En met heel veel grote competities is dat zelfs de belangrijkste inkomstenbron. In Nederland zijn de inkomsten daar wat lager dan bijvoorbeeld in de Premier League. Is het echt voor 30% ongeveer de begroting van een club. Nou, dus hier wat minder. Maar het is natuurlijk wel een van de grote inkomstenbronnen. En er is altijd discussie van hoe verdelen we die pot? Want dat wordt door de clubs gezamenlijk verkocht. Ja, dan moet er dus een verdeelsleutel bedacht worden van wie krijgt hoeveel. Er komt een grote bak met geld binnen en dat moet verdeeld worden. En daar gaan we het over hebben. Ja. Want de UEFA heeft een onderzoek gedaan naar 29 competities, zie ik. Ja, dus niet alle 54, maar 29 topcompetities hebben ze bekeken van hoe solidair verdelen die clubs het geld eigenlijk. Nou, nu hebben wij natuurlijk in Nederland solidair land, hè, zijn we onbekend. Hè. De rijkste zorgen voor de zwakste. We zorgen dat het goed in balans is. Behalve in de voetballerij. Ja, volgens de UEFA horen we bij de grote ASO's in Europa. We staan bijna onderaan, komt het eigenlijk op neer. Nou, we gaan even een kaartje erbij pakken. Hoe slecht staan wij er dan voor? Nou, dan zien we in ieder geval dat bovenaan Engeland, Slovenië en IJsland. Ja, nou, Engeland is natuurlijk opvallend, hè, want er gaat ieder jaar om een miljardenpot die wordt verdeeld. Maar daar verdelen ze het eigenlijk heel evenwichtig. Het evenwichtigste is in heel Europa. Er zit natuurlijk ook een gedachte achter. Als iedereen een goede inkomsten heeft, krijg je ook een sterke competitie. Omdat iedereen in staat is om goede spelers te halen. Dat is het idee erachter. En UEFA signaleert dat het de afgelopen jaren overal in Europa eigenlijk steeds solidairder wordt verdeeld. Dat komt omdat de inkomstenverhoudingen steeds verder worden geformaliseerd. Met name door de UEFA zelf. Hè. Die keren steeds hogere premies uit de Champions League. Mm-hmm. Waardoor er steeds grotere verschillen ontstaan nationaal. En veel competities proberen dat op te lossen door de nationale tv-gelden wat eerlijker te verdelen. Nou, toch heel kort nog even. Wie bepaalt uiteindelijk hoe die tv-gelden verdeeld worden binnen de competitie? Ja, dat bepaalt de league. Dus in Nederland is dat bijvoorbeeld de Eredivisie CV. Daar zijn alle 18 Eredivisieclubs zijn er aandeelhouder in. En die bepalen gezamenlijk dan wat de verdeelsleutel is. Oké, helder. En dat in Engeland... Dus in de Premier League, dat beslist dus niet de FA, maar de Premier League clubs onderling beslissen hoe ze het geld verdelen. Dus ook clubs als Liverpool en Manchester City, United, die natuurlijk veruit het populairst zijn, die zijn dus bereid om een heel groot deel van hun inkomsten af te staan aan de kleine clubs, om zo de beste en meest interessante competitie ter wereld te houden. Klinkt heel aannemelijk. En dan kijk ik naar de onderkant van het lijstje en dan zie ik dat wij in ieder geval boven Cyprus zijn geëindigd, Tom. Ja, dat in Griekenland. Ja. Dus we zijn twee plaatjes geklommen volgens mij. Het vorige onderzoek stonden we nog ietsje lager. Portugal moet ik zeggen, dat is een verhaal apart. Want daar is het enige land waar de rechten niet collectief worden verkocht, maar individueel. Dus daar mogen Benfica en Porto mogen daar gewoon zelf hun rechten verkopen. Dus ja, dan krijgen zij natuurlijk vele malen meer binnen dan de kleine clubs in Portugal. Dus die kan je eigenlijk niet eens echt meetellen in het onderzoek. En alle andere competities die de rechten collectief verkopen, dat heeft Nederland als een van de meest scheve verdelingen van Europa. Dat klinkt niet heel best. Laten we even de cijfers erbij pakken. Niet heel best. Het is gewoon een keuze natuurlijk. Ja, maar ook omdat je... Het is niet goed of slecht. Het is alleen... Nou ja, asociaal zeg je net zelf. Ja. Ja. Nou ja, dat is de conclusie, ja. Engeland, de Premier League is het sociaals en de Eredivisie is qua
verdeling van de tv-gelden een van de meest asociale competities. Ja, tot hier en niet verder. Want ja, wij bij Voetbal International zijn heel sociaal, maar we kunnen niet alles weg blijven geven. De rest van deze video met Tom Knipping staat op VI Pro. Dus ze zeggen, neem even een kijkje op VI Pro, misschien zelfs wel een abonnementje. En dan kom je alles te weten over de tv-gelden van de betaald voetbalclubs in Nederland en in de rest van Europa. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.